neergelegd. Zoete mandarijntjes, toch? Tadaa! Dat zijn we weer. In Hollywood en het is vrijdagochtend. Lucilla's juf is verhinderd voor lesgeven, ja. Dus die mag thuis blijven. Er was geen vervanging voor Lucilla. Nee. Voor haar klas. Dus, nou, jij mag lekker een ochtendje thuis blijven. En Luan gaat wel heel even naar school. Mm. Wat heb je wel zin in, toch? Ja hoor. Nou, dat is nog gewoon zo. Het is vrijdag. Want dan kom ik eindelijk mijn werkjes ophalen. Ja, oh, ja. Nee, die zijn werkjes mee. En we gaan vanmiddag natuurlijk weer met z'n allen. Spatteren. Dus kijk, weer gezellig. Ik heb Woesle Pip net uitgelaten, maar het is best wel frisjes buiten. Dat was een beetje vorst aan de grond. Nou, Luan. Het is een lekker warme jas aan, papa, want buiten is het wat frips. Maar binnen is het gelukkig warm, hè? Nou, Luxie, heel veel plezier met Woesle Pip. Doei! En zeg maar een kusje aan Luan. Mag Luan een kus van jou? Oh, ja, grote kus, hè, broer? Broer, geef jou een kus op het trapje. Nou, Lu, tot zo, jongen. Ja, dank. Zo, Luan die is naar school en Lucilla, ja, dat was de juffrouw. Helaas was er geen vervanging voor Lucilla's klas. Dus het hele klasje van Lucilla die mag thuis blijven. Ik ga dit doen. Vindt ze natuurlijk wel gezellig. Dus ze heeft hier iets leuks gevonden. We hadden nog zo'n glitterdingetje in de kast liggen. En volgens mij gaat ze hier iets heel moois mee maken. Weet je hoe het moet, schatje? Moet dat zo? Even wachten. Weet je hoe het moet? Oeh. Zoiets wordt het dan. Je kunt er nog wel een beetje bij doen of een ander briefje erbij. Deze twee. Die twee? Doe maar. Ja. Kijk. Even kijken wat het is geworden. Kijk. Dit is het resultaat. We hebben hier ook nog een zakje met glitters. En die kunnen we er ook doorheen doen. Ja. Een disco. Een disco. Even kijken hoe het eruit ziet. Wauw. Luxie is er even gezellig bij komen zitten op de tafel. Dan moet je nog even heel hard draaien, dat die bolletjes er naar de zijkant staan. Goed zo. Heel hard drukken. Dat die zo naar de zijkant gaat. Ja, goed zo. Zo ziet het er nu uit. En nu gaan we nog wat glittertjes bij doen. Daar komt ie, hè? Wauw. Ook een beetje schoon. Goed zo. Kijk het oogje. Even kijken. Wauw. Het ziet er heel mooi uit, Sil. Kijk, nu hebben we alle kleuren bij elkaar. Nu nog glitter! Die allemaal gedaan. En nu gaan we hier nog een beetje glitter bij doen. Gaan we draaien. Draaien. En stop maar. Kijk. Een regenboog glitter. Heel erg mooi, schatje. Regenboog glitter. Ja, ik zie het. Zo, we hebben de papiertjes even mooi opgeplakt op een ander papiertje. En dan ga ik hem even buiten neerleggen. Hij is nog een beetje nat, dus ik leg hem even buiten neer. Dan kan hij buiten eventjes drogen. Hebben we hier een lekker knuffelmomentje? Oh, kijk dan, schattig. Mama. Ja. Moet toch vast een beetje bang. Ja, er knapte een ballonnetje. Ja, daar was toch een grote film. Hij was steeds blank. Oh, hij piepert helemaal. Woezel. Volgens mij vindt hij het wel lekker om zo te geknuffeld te worden. En Pipje ook, hè, liefje. Ik zit heel krap. Ja, je zit heel krap zo met die twee honden en die zus. Nou. Oh, wat doet Woezel dan? Wat doet Pipje dan? Pip is soms net een kat. Als hij het lekker vindt, gaat hij zo brommen. Zo. Doe nog eens Pip. Pip? Doet ze dan? Oh, knuffelhondjes. Gekke hondjes. Woezel, Pip was zo brom, is een brompotje en Woezel een slijmbal. En Woezel is een slijmbal, ja. En Pip is een brompotje. Laatst heb ik jullie in een vlog laten zien dat we ontzettend veel fanmail weer hadden binnengekregen. En ik dacht, misschien is het wel leuk om gewoon af en toe wat fanmail door de vlogs te laten gaan. Anders is het misschien in één keer zo heel erg veel.
We hebben hier weer ontzettend lieve fanmail gekregen. Deze is voor Luan. Dat hij goed kan zingen met zijn nummer duimpje omhoog. Kijk eens, Sil. Ze hebben ook wat voor jou gemaakt. Oh, deze is voor Luxie. Luxie die wordt... oh, die voor Lucilla, dat je dan 5 jaar wordt. Deze is ook heel mooi met het YouTube-logo. En wauw, kijk eens, Sil. Van Noah. Wat is dit? Unicorn voor mij. Een unicorn. En Luxie heeft een beertje. Oh. Ik zie die mooi. Oh ja, heb je ook een Noah in de klas? Oh, met zijn ogen. Ja, wie weet. Kijk, en een hele mooie olifantkaartje met een lieve tekstje erbij. We kijken met veel plezier naar jullie vlogs. We hebben ook een huisdier, die heet ook Sammy. Ja, mooie Luxie. Luxie vindt de tekening heel mooi. Komen jullie een keertje met ons spelen? Oh, schattig. Iedereen wil met jullie spelen altijd. Wat een hartje. Voor Luxie. Eens even kijken hoor. Kijk, hebben we nog een mooie tekening? Kijk eens, Luxie. Hallo, Pellinga's. Ik kijk jullie elke dag aan jullie vlogs. Heel erg lief. Ja, dank. Dank. Goed zo. Ze zegt dank. Wat hebben we hier nog meer? We hebben deze ook even open. Altijd weer een verrassing wat er in die envelopje zit, Luxie. Kom ook maar kijken. Oeh, dit is ook een mooie, volgens mij. Kijk. Oh, kijk eens. Wauw. Onze Bellinga kleurplaat. Die kun je downloaden in onze app trouwens. Deze kleurplaat. Mooie. Wie zijn dat allemaal? Oh, ze wil nog even kijken. En er zit een briefje bij. Zal ik dit even voorlezen? Hallo Bellinga's. Ik vind jullie echt te gek. Ik kijk elke dag naar jullie vlogs. Ik verheug me elke dag weer op jullie dat jullie gaan posten. Omdat ik jullie zo leuk vind, heb ik een tekening gemaakt. Met liefde en vreugde. Ah, super lief. Ja, dank. Dank, zegt Luxie. Trouwens, als je ook naar onze fanmail wilt sturen, dat kan. Ons postadres staat gewoon onder al onze video's. En daar kan je je fanmail naartoe sturen. En wie weet zie je dan ook wel je fanmail door onze vlogs heen verschijnen. Oh, de Bellinga tekening. Hier, met achter nog een heel mooi handje. Ja, dat kun je denk ik niet goed zien. Heel erg leuk. Zelfgeschreven. Ja, dat is mooi, hè? Luan, jouw liedje duimpje omhoog is echt heel leuk. En Lucilla, je bent echt heel schattig en ondeugend. En Luxie, je bent schattig en lief. Alvast gefeliciteerd, Luxie en Lucilla. Ah, oh, hé, hey, dat is lief. Kijk eens. Oeh, liggen er lekkere snoepjes in. Ja, samen openmaken. Lucilla, jou even helpen. Lukt dat niet? Oh, lukt jou dat ook niet? Mag maar even helpen. Het zat een beetje strak, hè? Nou, allebei een koekje geven, hè? Ik hou van jou, schatjes. Goed zo, dat vinden ze lekker. Kijk, dus hebben nou, Luxie, ze hebben er nou eentje om te knabbelen. Zie je dat? Wil Luxie de deksel er weer op doen? Ja, doe de deksel er maar weer op. Oh, die kun je zelf niet eten, hè? Die zijn voor de hondjes, hè? Ja, geef die aan de hondjes. Oh, kijk dan. Ja, ja, Pip heeft ook al, hoor. Pip heeft al. Ja, ja, waf, waf, hè. Waf, waf, schatje toch. We zijn een spelletje aan het spelen. We hebben een panter. En Lucilla deed het een dier na. Heel erg langzaam, papa. Wat gaat langzaam? Olifant. Heel langzaam, Luxie. Panter. Leuk paard. Mag je een klein tipje van de sluier? Oh, sluier. Ze heeft inderdaad de prinsessenjurk ook aan. Een schildpad. Ja. Wauw. Dat is echt een schildpad. Het is een hele gekke schildpad. Nou doe ik een dier met Luxie. Hier zijn alle diertjes erin. Oh, Luxie, wat ga je nadoen? We gaan dit dier nadoen. Een. Hai. Slang. Rog. Oh, dit was een lastige. Nadia is even lekker met Luxie aan het wandelen en de honden aan het uitlaten. Dan kan ze even lekker een slaapje doen. En ik ga even met de prinses Lucilla een spelletje doen. Dus Lucilla had zichzelf helemaal mooi verkleed. Mama had net even een afspraak. En ondertussen was Lucilla zich aan het verkleden tot deze mooie prinses. En Liefie? Ja. Ja, want we zijn met achter de schermen met iets heel erg leuks bezig. Al een hele tijd zijn we hiermee bezig. En dit gaat komen, oh, mag ik dat zeggen? Iets rond moederdag. Iets rond moederdag. Misschien mag ik alleen dat zeggen. Heel erg leuk. Heel erg leuk. Helemaal nu het een beetje vorm begint te krijgen.
heb ik er zoveel zin in. Denk ik, oh, dit wordt zo superleuk. Gewoon puur alleen al gewoon om het te hebben, zeg maar. Het is gewoon zo vet. Maar goed, ik mag nog niet heel veel vertellen. Ik ga met Lucilla nu even verder nog een spelletje doen. Ik mag nog niet heel veel vertellen. Waarom eigenlijk niet? Nee, dat mag gewoon nog niet. Het moet nog allemaal gaan gebeuren en zo. Het is super spannend. Maar goed, gaan jullie allemaal zien. Nu ga ik even met Lucilla een spelletje spelen. Want Lucilla die heeft natuurlijk voor mij is het moeilijk. Vrij vanochtend. En gaan we het dolhofspelletje doen. Voor mij is het moeilijk. Wat ga je doen dan? Oh ja, ze kan dan niet door. Je moet dus eigenlijk een kaartje pakken. En dan moet je bijvoorbeeld dit blaadje, die moet je dan gaan zoeken. Hier ergens in het dolhof. Alleen je kunt niet overal doorheen. Daarvoor moet je het dolhof schuiven. En dat vindt Lucilla heel erg leuk. En dan kan ze zo schuiven naar de kaartjes. En als je hem hebt, dan mag je het kaartje houden. En dan ga je het volgen naar wie dan de eerste kaartjes heeft gevonden. Die heeft gewonnen en dat vindt ze een leuk spelletje. Dat gaan we even doen. Zo Luan ophalen van school. En we hebben ook even 10 minuten gesprekjes. Daniel die blijft thuis, want Luxie is in slaap gevallen. Dus die blijft lekker bij Luxie thuis. En dan gaan we daarna door even naar de supermarkt. Om wat boodschapjes te doen voor de visite die morgen gaat komen. Want morgen is... Luxiejarig! Ja, kom. Gaan we samen naar de... Ik ben bijna Lucilla. Je bent al jarig geweest. Papa die is hier, die blijft bij Luxie. Luxie. En Moes en de Pip. Ik ga de was aan de lijn aan. Ja, heel goed. Onze wasman, hè? Papa is onze wasman, ja. Hè? Lucilla wil voorin met mama. Ja. Dat het gezellig, hè? Als je alleen in de auto zit. Dan zit die kremolé achter. Ja. Ja. Zo. Nou. Jij zit? Ik zit nu een felle zon. Ja. Zonnetje in je gezicht, hè? Ja. Oeh, lekker zonnetje. Nou, eerst een kilometer naar voren. Komt de auto stoel. Naar achter. Nee, de stoel. Kan ik niet bij het gaspedaal. Dan gaan we niet vooruit. Zo. Het is wel een lekker zonnetje, maar het is wel frisjes. Er staat een frisse wind. Ja. Ja. Ik kan even kijken. Nee. Nou, we draaien zo met de auto. Ja, zijn we naar papa. En Luxie die slaapt. Dag. We gaan op naar Duan. Doen. Zo, nou, we zijn even bij Luan in de klas. Ja, en ik... We hebben zo een 10 minuten gesprekje bij Luan. En Lucilla ging het heel goed. En Luan heeft hier voetbalplaatjes. Ja, en we hadden vandaag over min som. En over sommen. Nee, Hallo. Eigenlijk moest ons klikklakboekje helemaal leeg maken en lezen. Ja? En dan moest je... Alle kaartjes, wat in je klikklakboekje zat, moest je weer op de goede plek zitten. Oeh. Want we gaan bijna naar groep 4. En dan, je wilt weer de klikklakboekje. Kijk, hier hebben we al die letters die... Kijk, Dat allemaal weer hierin. Dit zijn alle letters die je allemaal hebt voor in je klikklakboekjes. Ja, die zit eigenlijk vaak bij juffen's bureau. Oh, okay. Eigenlijk mag dit niet. Oh. Hier hangt Luan zijn jas altijd op. Goed. En Sil, jij mag het niet doen. Waar hangt... Silla, waar is Luans haakje? Zeg ik niet. Moet jij het vinden? Kijk, en hier is Luans haakje. Oh, mam. Hoe kun je dat nou wel meteen weten? Nou, ik kan lezen. Ja. Maar je hebt geen bril. Nee, maar dat kan ik wel lezen. Nee. Oh. Nee, ik heb inderdaad mijn bril even afgedaan. Maar we gaan zo nog even het 10 minuten gesprekje van Luan in. Bij Lucilla ging het hartstikke goed. Heeft een rapport meegekregen. En die gaan we straks eens eventjes bekijken. De rapport. Carlijn, Fernand. Ja, maar goed. Eerst nog eventjes het Luan gesprek. Ik wil die ook met Luan. Oké. Ja? Wow. Nou, Sil? Goed zo, Sil. Mooi, ja. Ja, ik zie het. 1, 2.
winkeltje of zo. Wat leuk, jongen. Heb je dit helemaal zelf ingericht? Pannenkoeken, thee. Leuk winkeltje, hoor. Maar het is nog niet klaar. Is hij nog niet klaar? Oh, ik vind het er echt heel leuk uitzien. Hier heb je zelfs de tandpasta en zo. Wat zit er in dat deurtje dan? Deurtje sap. Ja? Sap. Oh, hier heb je de sapjes. Superleuk, jongen. Nou, jongen, je hebt het hartstikke goed gedaan op school. Ja. Yeah. Ging heel goed. Heb ik zijn eerste CITO gehad. CITO? Rapport mee. Ja, zo heet die. Zo heet dat. We gaan rapport. Nu... ja. Maar dat noem je toch een rapport? Ja, dat is je rapport. En je had een CITO-toets gehad. Oh, dat. En die had je prima gedaan, jongen. Ja? Ja. Mooi. Nou, we gaan nou lekker naar de auto. Waarom ik mag voor in de auto? En dan mag jij voor in de auto. Waarom? Dat wou ze graag. Zo, wij zitten weer in de auto. En Lucilla wilde weer voorzitten. Dus die komt hier naast mij zitten. Luan gaat in het midden zitten. Moet je wel je riem omdoen daar, hè? Ja. Oké. Okay. Nou, we hebben een gesprek gehad bij Lucilla. Lucilla doet het super goed op school. Ze vindt het heel erg leuk in de klas. Heeft heel veel vriendinnetjes en vriendjes waar ze altijd mee speelt. Luan gaat heel goed met lezen. En met woordjes gaat heel erg goed. En het rekenen gaat goed. We gaan nu naar Daniel toe, want die belde. Luxie was wakker. En die was mij aan het zoeken. Dat is heel schattig, want dan heb ik haar in slaap gedaan. Of heeft papa haar in slaap gewandeld, dan wordt ze wakker. En dan denkt ze, hé, waar is mama? En dan ging ze mij zoeken. Dus Daniel zei, kom, ik ga wel even mee boodschappen doen. Want we moeten toch boodschappen doen voor de verjaardag van Luxie. Dus we gaan nu even langs huis, want dat is niet zo ver weg. En dan halen we Luxie op, papa op. En dan gaan we gezellig met z'n allen. Nee, maar schatje, we gaan geen cadeautjes kopen. Dat heeft mama al gedaan. We gaan taart kopen en drinken, limonade voor het feestje. Want morgen is ze jarig. Dus we moeten wel lekkere dingetjes in huis hebben. Dus we gaan eerst even langs huis Luxie halen en dan door boodschappen doen. Hey, Luxie, was je weer wakker? Was je mama kwijt, Luxie? Wou je mee naar boodschapjes doen? Oh, schatje toch. Oh, kusje. Wil jij rijden, papa? Ja hoor. Ik ben naast papa. Ja, oké, naast papa. Nou, stap ik weer naast Luxie en naast Luan. Kijk, heb papa ook weer. Nou, we wisselen even van auto. Nee, we wisselen even van plek. Zo, nou. Ik kom er niet in. Kom je er? Nee, je mag een kilometer naar achter weer. Zo, ik heb mijn wagen volgeladen. Met Luan, Lucilla en Luxie. Ik dacht dat ze daarin wou. Nou, Luxie, gaan we een slagroomtaartje halen? En lekkere tompoesjes. Hebben we zo nog een truffeltje? We moeten hoeveel zegeltjes? Nog zeven. Voor 70 euro boodschappen. Ja, 70 euro boodschappen. En een knuffeltje. Oh, de bestjes zijn maar 3,50. Hebben we geluk, Luxie. Weer een euro bespaard deze week. En nu? Nee, je moet 70 hebben. Ja, het zijn dure knuffeltjes hoor. 150 euro per knuffeltje. Ja, één voor jou, één voor Lul, één voor Lucilla. Stella, wil je ook een mandarijntje van vangen, Jan? Oeh, ja, Luxie ook er, hè? Maar eens. Oeh, dan. Zo. Nou, we hebben nog even eten en nog een stukje gaan. Lekkere zoete mandarijntjes, toch? Ja. Oké. Er zit een man achter je. Oh, ja. Moet je door. Filo. Handig zo, hè? Luxie heeft een daagseltje. Dag, Luxie. Dag. Dag. Niet hard voor de blitzers, Lu, niet hard voor de blitzers. Nou, zullen we welke kiezen uit? Deze! Welke is dat? De zeerog. Zo, Luxie. En kijk eens, eentje voor je kinderfeestje. En ook nog eentje voor de visite. Met de opa en oma en de tantes. En nee. Oké. Okay. Ja, geslaagd, hè? Naar de kassa. Waar is Luxie dan? Ja, op naar huis en naar het zwembad. Mama heeft de boodschappen uitgepakt en wij gaan nu naar zwemles. Alleen Lucilla heeft een beetje last van haar oren. Welke oor doet er pijn? Die, een beetje oorpijn. Dus we gaan aan badmeester Martijn vragen of je niet heel erg wel hoeft te duiken of zo. Hè? Anders dan gaan de oortjes niet over. Omdat je niet hoeft te duiken. Ja, dan hoef je niet te duiken. Ja? Anders dan gaat het oortje niet over. Vandaag had ze dan een beetje last van een oortje. Dus dat is even niet zo handig als je dan onder water gaat. Goed, dus gewoon lekker boven water goed zwemmen. En dan gaan we daarna lekker vrij zwemmen in het zwembad. Ze hebben de jas al aan. Ze zitten trouwens nootjes te eten. Hey, pistachenootjes te eten. Maar ik lust het niet. Oh. Ik vind het leuk om te pellen. Oh, je vindt het leuk om te pellen. Oké, nou gaan jullie mee jongens? Gaan we naar het zwembad.
ben er klaar voor. Ja. Zo, nou, en op naar het zwembad. Nee, dat is niet zinnig, hè. Staat hier op een potje met Bas. Daar zijn we weer, bij badmeester. En daar is badmeester. Oh, hallo badmeester. Nieuwe kurkjes. Nou, maak maar eens een bommetje. Oh, wauw. Nou, bommetje. En dan langzaam, dat je niet onder... Maar 5 meter te spelen.
Dance mee.